Dinsdag treedt NEC voor de KNVB-beker aan tegen Achilles 29 uit Groesbeek. Het duel dat wordt gespeeld in de Goffert zou voor de Groesbekers wel eens de wedstrijd van het jaar kunnen worden. Dat denkt althans NEC-trainer Adrie Bogers. Ja, die hebben het best wel lastig met alle perikelen eromheen, de financiële situatie volgens mij. En ook in de competitie de laatste weken natuurlijk niet veel punten gehaald. Dus die zullen gebrand zijn op deze wedstrijd, want dat wordt voor hun de wedstrijd van het jaar, denk ik. Wie Bogers het veld instuurt wil hij nog niet zeggen, maar doelman Smits gaat waarschijnlijk wel weer zijn opwachting maken. Want we hebben natuurlijk in een kort tijdsbestek 3 wedstrijden waarin misschien iemand rust kunnen geven. Maar intentie is eigenlijk het allerbelangrijkste, is morgen winnen. En daar moeten we alles voor doen. Een bekerduel blijft een andere wedstrijd dan een reguliere competitiewedstrijd. De bekerwedstrijd is anders. Achilles is ook nog een cupfighter, vooral vanuit het verleden. Ze hebben nou NAC wel uitgeschakeld de vorige ronde. Maar het is zo'n rotzooitje bij Achilles dat ik niet verwacht dat NEC veel problemen gaat hebben met die club. Ja, ze hebben financiële problemen. De spelers hebben geweigerd te trainen 1 dag omdat ze nog betaald moeten worden. Ze hebben 5 wedstrijden op rij verloren in de competitie. De laatste wedstrijd die ze gewonnen hebben was de wedstrijd tegen NAC. Totaal uitvorm, slechte motivatie lijkt mij als je niet betaald krijgt. Over de motivatie onder de spelers maakt de trainer zich niet zo zorgen. Wij willen graag op alle fronten de beste zijn. En daar is morgen natuurlijk een uitgelezen kans om te laten zien dat wij dat inderdaad ook ambiëren. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dinsdagavond om 6:30 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC Achilles 29.